Sommige mensen gebruiken al van alles. En als we dan ze aan de telefoon hebben voor het maken van de eerste afspraak, vragen we ook of ze soms medicijnen gebruiken. En als ze dan iets gebruiken, dan willen we graag weten welke dosis. En mensen vragen soms of dat ze daarmee door kunnen gaan in de zwangerschap en of dat schade kan voor het kindje. Want nu begrijpen we ook dat heel veel fabrikanten van medicijnen ook een beetje standaard in de bijsluiter zetten van niet te gebruiken bij zwangerschap. En dat het ook mede veroorzaakt wordt doordat er eigenlijk bijna nooit onderzoek gedaan wordt hoe zwangeren daarop kunnen reageren. Ja, dat maakt het heel erg moeilijk. Het is natuurlijk ook heel moeilijk om daar wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Wij werken het liefst op basis van wetenschappelijk onderzoek. Maar je kunt nergens een onderzoek starten en een aantal zwangere vrouwen daarbij de medicijnen laten gebruiken. En dan heb je natuurlijk ook nog een groep nodig die het niet gebruikt. Dat is ethisch gezien gewoon niet verantwoord. Ook voor de zwangere Tamara is medicijngebruik een lastig onderwerp. En dat terwijl ze zelf als artsassistent werkt. Ja, je wilt toch het minste dat het niet bij je kindje aankomt. Dus je bent er voorzichtig mee? Ik ben er voorzichtig mee, ja. Een landelijk platform dat met gedegen advies komt op basis van wetenschappelijk onderzoek juicht de verloskundige dan ook toe. 100%. Ja, dat zou heel erg fijn zijn als daar evidence-based, dus wetenschappelijk bewijs uitkomt, waardoor wij onze zorg beter kunnen maken. Maar tegen zou je medicijnen gebruiken eventueel? Ja, bijvoorbeeld een misselijkheid of pijnmedicijnen, dat soort dingen. Ja. Dat ligt ook een beetje eraan hoe de zwangerschap verloopt natuurlijk. Ja, precies. Ja. Neem aan dat je de eerste keer zwanger bent. Ja, en alles gaat goed, dus ik heb tot nu toe ook weinig nodig gehad. Dus dat is fijn. Wij kijken heel graag op de website van LAREP. En LAREP ook werkt volgens de meldingen. Mensen gebruiken een middel en merken dan bijwerkingen. Ervaren bijwerkingen en die melden dat aan hun. En zo wordt er een hele lijst opgesteld en zo proberen ze dan te achterhalen of iets schade kan berokkenen aan de zwangerschap.